Ik ben eventjes alleen naar een allergoloog. Maar er zijn er helaas al een paar gesneuveld. Ja, ze zijn 11. Deze is wel goed, hè, een hazelnoot. Ja, deze is heerlijk. Lekker naar je eigen bordje. Kijk eens, dit is een bieletje. Ik vind dit wel lekker. Oh, mooie onderkant. Dus ja, laat het vooral weten als jullie interesse hebben. Want ja, we maken er liever mensen blij mee dan dat we het in de container gooien. Daar is het toch allemaal te duur voor en er zijn genoeg mensen die het goed kunnen gebruiken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tanties. Welkom bij een nieuwe video. Sergio die is eventjes aan het tuinieren. We hebben altijd heen moestuintjes. En ik dacht, laat ik die eens met Jessie eventjes gaan vullen. Dus wat hebben we hier, Jessie? Aarde. Ja. En we hebben twee potjes. Ja. En dan doen we de aarde in de potjes. Ja. Ja. En dan? En dan komt de bloemen uit. Oh. Oh, dat is gaaf. Ja. Dus dan gaan we ze even vullen met een beetje aarde. Ja. Ja. Wat ga je nu doen, Jessie? Een blaadje erin doen. Een blaadje erin doen, oké. Okay. Waarom moet dat dan? Dat het bloempje uitkomen. Oh. Is die goed? Nee, ja. Hier, deze mag hierop. Ja, dat is een roze bloemenmix. Ja. Dan doen we er nog een beetje op. Ja. Zo. Ja. En die doen we dan niet aanstampen. Nee. En dan zetten we die gewoon hierin. Ja. En dit zijn paarse bloemenmix. Ja. Dan doen we ook gewoon deze erbovenop zo. En die zetten we ook gewoon hierin. Ja. En dan gaan we die achter het raam in het zonnetje zetten. Ja. Ik ben benieuwd. En dan over een paar dagen. Over een paar dagjes komen daar bloemetjes uit. Oké. Zo moeten we even wachten. En mag ik dan even... Nee. Nee. Ik wil bellen plaats doen. Morgen, ja? Een hele goede morgen, lieve tatties. Ik ben eventjes alleen naar een allergoloog, de DC-kliniek in Den Haag. Om even te kijken of ik nog wat verborgen allergieën heb voor eten en misschien voor wat materialen. Ik heb daar namelijk soms wel eens last van. Iets wat al een tijdje op mijn verlanglijstje stond. Dus ik ga naar binnen en ik ben zeer benieuwd wat ze überhaupt gaan doen en wat eruit komt. Ik laat de camera hier, want ik mag me 9 van de 10 keer toch niet filmen. Dus laten we, als we klaar zijn, nog eventjes uitleggen wat er allemaal is gebeurd. Tot straks. Wie komt daar aan? Oeh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ah, nee, boef. Er werken hier ook gewoon mensen. Nou, we zijn een dag na de allergologische bezoekje. Om daar even op terug te komen. Ik heb geen rare dingen, niks nieuws. Hallo. Toch weer iets af kunnen strepen. Precies. Nou, we zijn bij de opslag. We gaan even wat spullen in de opslag zetten. Dit kan nooit goed gaan. Oké, papa. Helpen? La la la. La 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 la. We hebben drukte. Je bent een drukte maken, hè? Hey, doe eens rustig. Ga eens af? Ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn, hè? Weet je nog? Ja. Heel voorzichtig. Mag niet vallen. Want dat zijn onze tegeltjes voor in de keuken. Maar er zijn er helaas al een paar gesneuveld. Ja, ze zijn 11. Dus we moeten even kijken hoe we dat hoe we gaan uitkomen en of we gewoon even een paar nieuwe laten komen. Want dat heb je al gezegd toch, dat we nieuwe willen. Ja, okay. Ja, we willen toch die muren daar mooi betegelen. Ja. Compensatie hebben we niet zoveel. Nee, precies. Oké. Okay. Goedenavond. Dat doet
zeker. Nou, vandaag ben ik alleen met Jesse Zilver. Mijn moeder is naar Jennifer, want die is geopereerd. En Sergio is werken. Dus ik ben alleen met de kleine man. En die wilde naar de diertjes kijken. Dus we zijn naar Aventuria gegaan. En dan ook maar gelijk een hapje eten. En hele goedemorgen, oh, middag al inmiddels. Half 1. We zijn onderweg, want Anja en Rolf die zijn weer gezellig in Den Haag. Oh. En volgens mij is er iemand anders, hè? Oh. Oh, is het niet Rolf? Nee. Oh, grapje. Is, Esther. Oh, ook gezellig. Ja. Oh, dan heb ik tegen Jesse gezegd dat opa Rolf komt. Nee, volgens mij zijn de mannen er niet bij. Oh. Oepsie. Sorry, opa Rolf komt niet. Esther komt, die vind je ook heel leuk, hè? Tante Elena komt ook. Nee, tante Elena is er dit keer niet bij. Wel. Die zien we de volgende keer weer. Daphne en Nienke en opa Gino komt erbij. Komt er ook bij. Die komt erbij. Iedereen. Komt er gewoon bij. En iedereen komt bij. En Esme en Nienke. Ja. En Sinterklaas. Oké. Okay. Nou, sorry. Dus Anja komt. En Esther. Ik was even aan huis. En die gaan we nu ophalen. Want die zijn aan het logeren in een hotel in Scheveningen. Leonardo Hotel. En daar rijd ik altijd langs. Want ik ging niet meteen een lampje branden, maar daar rijd ik altijd langs. Je wist alleen niet dat het zo heette. Nou ja, ik kijk er elke dag naar, maar dan sla je dat toch niet helemaal op of zo. Nee. En de hele, ik weet niet hoe die weg heet, de lange hier, waar we nu dus niet overheen komen, maar die zijn allemaal afgesloten. Ja. Dus, maar ik vond het wel grappig dat we dus eventjes binnen kunnen gaan kijken. Ja. Denk ik. Gezellig. Sowieso gezellig. En dan, ja, ik heb geen idee waar we naartoe gaan of wat we gaan doen. Nee. Maar we gaan gewoon lekker struinen over Scheveningen. Misschien dat we ergens iets gaan doen of eten. We zien wel. We kieken wel. We kieken wel, ja. Oh, je gaat er niet keer achteruit komen. Wat ga je auto doen, joh? Oh, we hebben helemaal achter. Oh, daar zit achter jou ook een auto. Oh, hij wil hier naar links. Ah, hij moest even terug. Moest even draaien. Oké. Nou, mijn haar is ook flink aan het groeien, zoals je kan zien. Ja, is goed, Pier. Geen problemen. En het begint nu een beetje naar bloemkoolhoofd te worden. Bloemkoolhoofd? Ja. Van schapenbak naar bloemkoolhoofd. Ja. Kijk dan, ja dit weet je wel, dat is nu zo'n beetje van wat moet ik daar nou mee? Moet hij achter mijn oor of moet ik hem daarnaast doen? Het is zo... Maar ja, Anna, ik wil het ook niet weer gaan afknippen of opscheren. Ik zou het gewoon lekker laten groeien. Gewoon lekker verwilderd laten groeien. Ja, je moet er toch doorheen. Toch? Anders dan komt het er niet van. Dus, zo is het. Maar goed. Dat dus. Zaterdag of vrijdag? Wat zeg jij nou? Zaad? Oh, 7 december hebben we een bruiloft van mijn vriendinnetje. Schat, 7 december? Wat is er met je? Gaat lekker. Zaad, 7 december. Schapenbak. Oh, daar is mama. Hi. 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 We zijn er. Oké. Wij ook bijna. Wij ook bijna. We zijn om de hoek. Ga maar gewoon naar binnen, pak maar een kaartje. Ik heb een ander kaartje, dan laat ik dan wel ken ik en dan hoef je niks te betalen. Pak maar een kaartje. Ja, dat moet als je de parkeertrein oprijdt van het hotel, een kaartje pakken. Dan gaat die boom open, maar ik heb hier een kaartje waar ik in en uit kan rijden zonder te betalen, zeg maar. Dus. En dan kom je naar boven of komen we naar beneden? Nee, ik kom naar beneden, denk ik. Ja. Ja, we komen naar beneden. Naar de lobby of zo, weet ik veel. Ja. Oké, tot zo. We komen naar beneden. Wat wil je zeggen, Jessie? Ja, Jessie. Ja, schat. Wij gaan naar jou toe. Echt waar? Wat gezellig. Tot zo, Jessie. Tot zo. Wij zijn onderweg. Nou ja, ik wilde dus niet zeggen 7 december. Maar leven we in. 7 mei. Oh, no. Strike. Hey. 7 mei. Deze 7 mei.
hebben we dus een bruiloft van mijn vriendin. En daar hebben we heel veel zin in. Want dat is al een jaar uitgesteld vanwege corona. Echt, ja. En nu kan het eindelijk doorgaan. Dus daar hebben we ook heel veel zin in. En ik kan weer blouses aan. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, want Zet was heel goed bezig en is al een beetje lekker afgevallen. Van het goed eten en trainen. Ja, toch. Om en de 7 kilo. Ja, best aardig. Dat heb je goed gedaan. En dat zonder afslankpillen. Ja. Of niet? Nee, maar hartstikke goed. Ik ben trots op jou. We zullen waarschijnlijk niet zoveel van de bruiloft kunnen laten zien. Want ze zijn niet zo van de, van de camera. Nee. Maar we kunnen in ieder geval laten zien hoe wij eruit zien. Nou, had je niet even met naar oma kunnen komen alleen? Met de trein. Is Esther veranderd, hè? Nog niet. Dan zet papa jou op de trein. En dan stap je bij oma uit. Lekker, schat. Ja. Deze is wel goed, hè, de hazelnoot. Hier wel. Heerlijk. Doe je goed, schat? Kom op school vandaag. Ja, inderdaad. Ik ben jullie afdakje. Daar! En dan gaan we? Wat gaan we doen? Ga je draaien? Oh, dat is knap van jou. En wat zit erin? Wow! Heet? Ja. Je moet goed blazen, schatje. Ja, jij moet dat blazen. Oh, oké. Eet smakelijk. Zo. Eet smakelijk. Dankjewel, schat. Hey, als er kinderportie is. Eet smakelijk. Ja. Eet smakelijk. En wat heb jij dan, Anja? Kijk eens. Zo. Mosselen. Gat van de gat van. Smakelijk eten. Kap van de gat. Het ruikt naar wijn. Dat is lekker. Kap van de gat. Kijk, dat je ziet. Wil je ook stinken? Zo, Lekker toch? Nou. Eet smakelijk. Nee. Geen appelmoes erbij? Nee. Ja. Eén niet in mijn pan. Proeven? Nee. Nee? Niet lekker? Lekker naar je eigen bordje. Kijk eens, dit is een bielke. Oh my god. Godverdamme. Dummy! Ook niet lekker, hè? Je pikt gewoon een mossel van oma mee. Vind je het toch wel lekker? Yes, je pikt gewoon een mossel van mij mee. Dat mag niet. Dat kan je wel doen. Kijk hier, Jessie. Deze is wel lekker, denk ik. Dat is een babymossel. Kijk eens, dat is een leuk mosseltje. Pak mij. Pak mij. Hier op. Lekker. Nee, jij moet naar opa. Nee, opa mag dan niet die lust hebben. Schattige pootjes, kijk dan. Het was een mail. Oh. Zou het diegene zijn die Jessie net pakte? Oh. We zijn inmiddels weer thuis. Het was super gezellig en heerlijk weer. Het was echt boffen. We hebben heerlijk gegeten. En mijn moeder die heeft een pakje voor ons ontvangen. We wisten even niet dat die vandaag al zou komen, maar we zijn er blij mee. Het is een opberg en zitbankje voor in de kledingkast staan. Dus we zijn erg benieuwd hoe die eruit komt te zien. Even snel spieken voordat hij weer in de loods gaat.
Oh, mooie onderkant. De onderkant. Het is 1,40 lang, hè? Ja. Ze maken het wel spannend. Hij is nog steeds goed ingepakt. Ja, er komen gouden pootjes onder als het goed is. Zo, goedemorgen. Oh, yes. Oh, ik ben blij. Yes, het is toch een beetje fluweel. Kijk, Els. Zo, ik ben blij. Ja, ik vind hem heel tof. Hij is net zo mooi als je hoopt. Ja, ik dacht dat het misschien ander spul zou zijn van dat glibberige spul. Nee, van echt niet. Maar het is fluweel in plaats van satijn of zo. Dat zijn de poten. Dat? Oh, heel ja. Mooi. Ja. Oh ja. Mooie gouden pootjes eronder. Nou, we gaan hem verder niet uitpakken, maar we wilden even kijken of die... Of het inderdaad het materiaal was dat ik hoopte. Even een sneak peekje. Oh ja, hier ben ik echt heel blij mee. En hij is lekker groot. Ook dat hij zo lekker blijft open, dat hij open blijft staan. Ja. Eigenlijk, dit mechanisme moet eigenlijk op die houten kist zitten. Nou, ja, inderdaad. Niet met je hand, staat er. Handje, niet doen. Super fijn. Zat hier nou nog een extra compartiment tussen? Nee. Oh nee. Ja. Nou. Blij. Toppie. Goed gevonden en gekozen. Zoals jullie misschien wel kunnen horen, is Sergio weer bezig en verder gegaan met het kamertje. Stapje voor stapje komen we verder en hopelijk kunnen we die binnenkort ook gaan afmaken. Mijn moeder heeft mooi behang uitgekozen. Ik zal even kijken of ik het jullie kan laten zien. Lekker neutraal. Ik ben al bezig geweest om Jessie's kamer een beetje op te ruimen. Om een beetje wat speelgoed uit te zoeken. Alles weer een beetje bij elkaar. Zodat het dadelijk toch overzichtelijker is waar alles staat. En of die ergens nog mee speelt. We zijn van plan om eigenlijk al deze speelgoeddingen gratis weg te geven. Dus mochten mensen interesse hebben, dan kunnen ze komen ophalen. Ja, er zit echt van alles in. Oh. Ook muziek en een for real, Dino. Dus ja, laat het vooral weten als jullie interesse hebben. Want ja, we maken er liever mensen blij mee dan dat we het in de container gooien. Daar is het toch allemaal te duur voor en er zijn genoeg mensen die het goed kunnen gebruiken. Even kijken hoe ver Sergio is. Ja. Wauw, dat schiet op ineens. Goed bezig. Ja. Ja, allemaal kleine hoekjes. Een paar strookjes nog inderdaad. Ja, dat is altijd even veel zagen, meten en zo, hè? Yep. Maar als dit erop zit, dan plafond verven? Ja, verven en voorstrijken. Plafond verven en voorstrijken. Ja. Nou, daar kan ik wel mee helpen. De stroom zit daar al op. Die kan ik er zo meteen opzetten. Dan zijn alle stroompunten in ieder geval gedaan. Ja. Die kunnen vast. Daar kun je namelijk ook overheen bouwen. Ja. Ja, en dan witte en bange. Dan kunnen de kastjes erop en zo. Ja. Dus dan is het weer bijna gedaan. Ah, ja. Het is toch altijd wel weer lastiger en duurt allemaal langer dan je verwacht, hè? Ja, het is gewoon allemaal kiele werk. En dan gebeuren dat soort dingen. Dan past het allemaal net wel, net niet. Ja. En alles is zo schuin als wat. Ook wat Olaf zei, deze platen zijn geadviseerd door de doe-het-zelver. Maar die had beter een millimeter of twee dikker kunnen zijn. Dan was die plaat veel makkelijker te hanteren. Maar ja, aan de andere kant, dan hadden we ook weer langere schroeven moeten hebben. Dus ja, op zich, als er allemaal op zit en het vliesbank zit erop, dan kan je dat toch niet meer zien. Nee. Dit scheelt dan een hele hoop. Was Jessie al thuis? Nee.
Die is lekker met oma even naar speeltuin. En heel leuk, ze hebben daar nu een, ja, hoe noemen ze dat? Een waterspeel. Ja. Ik wist het wel. Waterpark. Nou ja, in ieder geval met die spuitdingen, sproeiers. Het was ooit een zwembad. Ja, een zwembadje moet ik eigenlijk zeggen, maar wel heel lang. Daar heb ik nog als kind in gespeeld. Ja, die had het een beetje begrepen en er liepen allemaal beestjes in. En dan... Dus daar hebben ze zelfs geld voor ingezameld, omdat er niet genoeg geld meer was voor buiten. Ja, door de crowdfunding toch? Crowdfunding hebben ze gedaan en daar hebben ze een heel leuk waterspeeltuintje van gemaakt, om zo maar even te zeggen. Dus ja, mijn moeder ging daar spontaan heen. Had geen droge kleding in aan, maar... Ik mag weer. Wil je morgen weer? Ja. Gaan we dan wel badjas en alles meenemen, hè? Ja. Oké. Okay. Heb je het koud? Ja. Als die maar lol heeft, ja, precies. Ik stel voor dat wij het gewoon lekker gaan afsluiten. Nou al? Ja. Nou alweer? Ja, ik vind het zo leuk. Ja, ik vind het ook zo leuk. Okay, dan. Maar het is toch ook wel fijn als we wat... hè? Weer een nieuwe vlog kunnen maken. Zo is het. Want bijna. Nog een week. Nog een week. We krijgen ook slinter van die waren. Zoveel zin in. Ja, we zijn natuurlijk al bezig met een wat voorbereiding. Ja. Spannend allemaal. De opslag zit vol, dus het is nu toch wel hoog tijd. Hoog tijd. Nou, hopelijk vond je dit een leuke vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En notificaties aan te zetten. Belletje aan te zetten en dan zien we je graag. Bij de volgende video. Tot zo.